Zoals veel mensen al hebben gemerkt, hebben veel airco's bij het verwarmen met dit koude en vooral vochtige weer last van defrosten. De airco stopt dan even waarbij die buitenunit nog moet ontdooien, waarna de airco weer zijn werk kan gaan doen. Dit kan zeker wel een paar minuten duren en de een heeft er wat meer last van dan de ander. Dat de airco's op dit moment meer defrost heeft te maken met de enorme hoge luchtvochtigheid van dit moment. Dat is zelfs richting de 100%. En wanneer de lucht droger is, heb je hier minder of zelfs helemaal geen last meer van. Maar hoe gaan we daar nou het best mee om en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de airco's minder hard hoeven te werken bij koude dagen? Even een berichtje tussendoor. Ik krijg veel berichten binnen over welke infraroodpanelen nu het meest geschikt zijn, omdat ze door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Wij hebben zelf een aantal panelen uitvoerig getest en die kan je in onze webwinkel terugvinden. Dat een airco heel efficiënt warmte kan genereren, weten we ondertussen wel. Een aantal airco's hebben zelfs bij min 10 graden nog een COP-waarde van 4,5. Maar daar heb je natuurlijk helemaal niets aan wanneer de airco iedere keer moet defrosten, want het kost ook energie. En wanneer ik naar mijn eigen verbruik kijk van de airco's bij zo'n hoge luchtvochtigheid en een temperatuur rond het vriespunt, dan zie ik dat ons verbruik is gestegen van een 8 kWh per dag naar een 15 kWh per dag. Wanneer ik dit laatste verbruik vergelijk met een dagelijks gasverbruik van voorheen, dan was dat 8 kubieke meter per dag. Qua prijs ben ik dus nog steeds voordeliger uit, 8 à 9 euro per dag. Maar door die hoge luchtvochtigheid voelt het binnen duidelijk minder prettig aan en ik moet ook de airco in een hogere ventilatiestand zetten. En dat wil je natuurlijk niet. Dus ik ben voor nu ook gaan experimenteren met de combinatie van de cv met de airco. Het opwarmen van de ruimte is natuurlijk het meest efficiënt met de airco, dus daar begin ik mee. En wanneer de thermostaat in de huiskamer rond de 19 graden komt, dan zet ik de cv aan op 20 graden. De cv springt dus alleen bij wanneer de kamertemperatuur onder de 20 graden zakt. Dit is bijvoorbeeld wanneer de airco in de defrost stand schiet. Hierdoor houd ik mijn gasverbruik onder controle en houd ik de kamertemperatuur stabiel wanneer de binnenunit van de airco even stopt. En met deze manier van verwarmen verbruik ik ongeveer een 1,8 kubieke meter aan gas op een dag en een 13 kWh aan stroom voor de airco. Dat is nog altijd zo rond de 6 euro per dag goedkoper dan wanneer wij alleen op gas zouden stoken. Maar dit geldt dus voor mijn situatie. Reken dit dus ook uit voor jezelf. Ja, zelf baal ik er best wel van dat ik de cv nog moet aanzetten. Maar ondanks dat ik nu wat moet bijstoken met de cv, weet ik ook dat ik over een heel jaar toch rond de 80% op mijn gasverbruik heb bespaard. En dat moet ik niet vergeten. 80%. Tja, en dan komen we met zo'n hoge luchtvochtigheid en deze kou toch nog een minpunt tegen van de airco warmtepomp als verwarming. En het mag en het moet ook gezegd worden. Ja, een infraroodpaneel heeft natuurlijk geen last van defrosten. En dit is tevens een leuk brugje naar het volgende. Er werd me namelijk gevraagd of ik een vergelijking kon maken tussen het stroomverbruik van de infraroodpanelen met het stroomverbruik van airco's. Nou, dit is best nog een leuke vergelijking en zeker wanneer je ook de aanschafprijs eens even meeneemt. Volgende keer daar meer over.